Morgen over de aangekondigde acties van de RGD-artsen. De Vereniging van Regionale Gezondheidsdienstartsen, VRA, heeft vanmorgen laten weten dat ze vanaf morgen in actie gaan. Daarbij zullen van 16 tot en met 18 november de polyklinieken open zijn van 8 tot 10 uur 's morgens. De RGD-artsen hebben ook aangegeven dat de middagdiensten wegvallen. Indien de leiding van de RGD niet met een bevredigend voorstel over het wensenpakket 2022 op tafel komt, zal de weekenddienst van 19 en 20 november niet gegarandeerd zijn. VHP-parlementariër Cheryl Dijksteel deed vandaag in de Nationale Assemblée een dringende oproep aan de partijen terug te gaan naar de onderhandelingstafel. We vragen partijen dringend om, terwille van de dienstverlening die nodig is, met name in de periferie, terug te gaan naar de tafel en dialoog op te pakken, voorzitter, in naam van de zorg die nodig is. Voorzitter Robbie Ramotaar van de Vereniging van de Regionale Gezondheidsdienstartsen geeft aan dat het wensenpakket 2022 al langer dan 6 maanden in het bezit is van de directie van de RGD. De vereniging heeft tot op heden geen tegenbod ontvangen. De VRA zegt dat de RGD-artsen dit niet langer kunnen volhouden en genoodzaakt zijn om de dienstverlening naar de samenleving in te korten.